weer stof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag speel ik een horrorgame die ik tegenkwam en eigenlijk vond ik die best wel interessant eruit zien. Het is een korte horrorgame en de naam is letterlijk Kamer 202. Zoals je hier ziet, je ziet ook de deur van de Kamer 202. En ik vind het leuk om tussendoor een beetje soort van andere horrorgames te spelen die jullie misschien niet kennen, die ik niet ken, maar die we gewoon samen gaan uitproberen. Dus willen jullie nou meer van dit soort video's zoals Clap Clap en Kiosk, Egg Fried Rice en deze game? Laat het dan hieronder even weten en er komen er zeker meer aan. Laten we deze vandaag gewoon spelen. Game made by Max Horror. Ik ben heel erg benieuwd wat deze guy voor onze petto heeft. You're tired after a long trip. It is getting late. You decide to spend the night at a hotel. Oké, dat is een goed plan natuurlijk. Als je moe bent en je bent weg op een trip, dan moet je gaan slapen in een hotel. Niet onder een brug of zo ergens op de straat. Logisch. En dit is het hotel. Ik weet niet waarom, maar als ik hier zo binnen zou lopen en ik ben in het hotel. Yo, ik draai om. Ik wil hier weer weg. Dit ziet er niet echt heel erg aangenaam uit als het ware. Niet echt uitnodigend voor een hotel. Het enige wat ik nu wel al zie is als je loopt en je stopt met lopen, dan gaat je camera die lokt dan gelijk, zeg maar. Zie je wat ik bedoel? Maar als we daar eventjes omheen kijken, ziet het er verder op zich heel prima uit. Ja, nee. Dit is wel alarm nummer 1. Waarom, meneer, legt er hier een bord met afgegeten pizza in het lobby van het hotel? Je lobby, dat is je welkomstplek. Dat is waar je gasten ontvangt. Je wil hier dit als shine. Je wil dat iedereen denkt, wauw, bij dit hotel moet ik zijn. Niet dat er hier pizza ligt en dat iedereen denkt van, gatsie, we moeten hier weg. Wat staat er hier? The City Times. Downtown bombing. Citywide manhunt underway for known suspect of bombing. Hey, dit is toch niet iets wat er hier vandaag gaat gebeuren? Laten we maar eventjes met deze guy gaan praten, want ik ben heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft. Hotel clerk. Hello sir, would you like a room for the night? Ik denk dat ik niet echt heel veel andere keuzes heb. Yes, please. Just for one night, please. Niet meer. Eén nacht is genoeg. Waarom klinkt hij een beetje echt als zo'n Minecraft villager? Of course, sir. I will get you a room key. Wat gebeurt er? Dat is... Dat is niet normaal. Don't mind that door. It's just the wind. Anyway, here is your key. Ik heb kamer 203. Oké, ik weet niet of dat iets heel goed is. Waarom? Nee, we zagen allemaal dat dat eerst andersom hing. En dat deze deur open ging. Dat jij hem dicht trapt. Oh, oké. Wow, yo. Nothing to see here. Oh, yo, het spijt me, ouwe. Weet je zeker dat ik niet eventjes kan koekeloeren? Oké, verder kan ik niet koekeloeren. Dan wil ik wel eens kijken. Wat heb jij op je computer? Yo, een ProSync P15. Wat een sikke PC. Liggen er hier verder allemaal dingetjes wipeout? Nee, voor mij zijn het niet echt heel veel interessante dingen verder die mij later kunnen helpen. Alleen dat hier drie keer dezelfde krant ligt. Daar liggen sleutels. Word ik nou een deur? Oké, laat ik maar gaan. Ik moet niet mijn sleutel vergeten. Kamer 203. Die is van mij. Goed om te weten. Ik vind het nu al niet fijn. Serieus, zou jij gaan slapen in dit hotel als dat net is gebeurd? Ik weet niet hoor, maar ik zou gelijk weer omkeren. Al moet ik 20 uur verder rijden. Het maakt me niet uit. Ik ga liever verder rijden dan dat ik hier zou moeten slapen. Welke kamer is dit? Dit is niet 203, maar er staan helemaal geen getallen op. Hoe weet ik dan waar ik naartoe moet? Hè? 201? Oh, dit is 200, 201. Oké. Okay. 202? Oh, bam. Waarom komt die herrie vanaf? En hier ligt ook pizza in zo'n krant. Dit betekent nooit iets goed. Ik weet dat dat mijn kamer is, maar ik wil heel even verder kijken op de gang wat hier is. Ik weet niet. Ik wil even mijn plek kennen. Gaat dit gewoon... I think I passed my room. Oké, we mogen daar dus niet kijken. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik die kant niet op hoef te rennen of zo als er paniek is. Dit is mijn kamer. Hopelijk is het hier wel een beetje normaal in mijn kamer. Ik doe ook gauw die deur dicht, want ik vertrouw niemand. Besef, die guy beneden heeft dus een sleutel als het goed is van elke kamer. Dat hij gewoon daar naar binnen kan. En als ik hier dan 's nachts ben, dan kan hij gewoon even koekeloeren. I should take a shower before I go to bed. Oh, dat ook nog. Nou ja, is prima. Dat doe ik dan wel eventjes, hè. Eventjes lekker onder die douche staan. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ik heb hier geen fijn gevoel bij. Ik weet niet wat er fout gaat. Want voor mijn gevoel zijn er nog heel veel dingen die kunnen gebeuren. Maar er gaat iets fout. Dat moet ook wel, want het is een horrorspel. Dus ja, als er niks fout gaat, dan zou het ook niet echt horror zijn. Oké, nu ga ik denk ik slapen. Ja, we gaan slapen. Ja, je hoort dat bed ook helemaal kraken. Dat is echt, zeg maar, alsof ik op karton lig waarschijnlijk. What is that noise? Sounds like it's coming from the room across the hall. Ja. Hé, maar hoor dat eens. Dat klinkt als een zieke rave, mensen. Laten we joinen. Slaap is niet nodig. Wat voor muziek is dit? Ja, het is niet echt de muziek waar ik op af zou gaan. Maar ja, er is dus wel iets aan de hand met deze kamer. Maar ik weet dus niet of het probleem zit in 202 of in die kamer daar beneden. Laten we even... Kijk, die hele deur die bounce op en neer. Oké, ja, dat is wel heftig. Turn down the noise. Some people trying to sleep here. Ik denk niet dat het gaat helpen als ze letterlijk... Hoor je dat? I need to call the hotel reception. Something is not right here. Yo.
Dat klinkt oprecht alsof er iemand vermoord wordt daar. I need to call the hotel reception. Bro, zit er een telefoon in mijn kamer? Hé, een camrecorder. Waarom ligt die daar opeens? I need to call. Hier, de telefoon. Je hebt altijd wel zo'n telefoon in je hotelkamer. Wat gebeurt er daar in die kamer? Ik weet niet heel erg. Misschien dat de moordenaar het gewoon leuk vindt om een muziekje op te hebben. Maar ik weet niet. Hotel reception. What can I do for you, sir? Okay, there is something very wrong going on in room 202. Dat is... Ja, dat gaat de hele game om. You're in room 203, sir. Dat klopt. Yes, I am in room 203. Wow, dat heb ik net gezegd. Hoe moeilijk is het? It can't be right, sir. Huh? Hij zegt dat deze kamer leeg is. Wait, hello? Is dit gewoon zijn manier van problemen oplossen? Gewoon zeggen, nee, dat kan niet. De kamer die, waar je in zit, die is niet geboekt. Die is gewoon helemaal leeg. I will take my video camera and record it for evidence. Wat? Hoezo zei je dat? Dat is niet waar ik aan zou denken, zeg maar. Op de een of andere manier. Oh, nee. Waarom zit ik in de camera? Wat gebeurt er? Oh, nee. Het is nu zo? Ja, het is echt alsof ik... Je kijkt vanuit de camera. Oh, maar dit is 10 keer enger. Oh, maar dit vind ik niet nice. Moet ik dan nu... Wacht, de deur staat open. Nee, ik wil dit niet. Hoe laat is het ook? Het is 5:15 p.m. Maar dat is toch 's middags. Dat is toch niet 's nachts. Oh, oké. Laat ik dit maar doen. Wacht. Ik kan daar niet weg. Waarom liggen hier allemaal spullen? Wow, ik wil dit niet. Hé, kom hier. Wat gebeurt hier? Kan ik echt niet weg? Gewoon even stiekem. Nee, er liggen allemaal spullen voor. Oké, dan ga ik naar binnen. Ik ben niet bang, mensen. Ik ben totaal niet bang. Wat staat er hier? Oh nee, er staat hier helemaal niks. Oh, het is... Wat? Ik wou net zeggen, dit lijkt een alien. Wat is dit, ouwe? Er liggen hier allemaal lichaamsdelen. Oh, nee. Laat me met rust. Ben ik weg? Wat gebeurt er? Zit het hier achter? Kom dan. Laat je gezicht zien als je niet bang bent. Wacht, wat gebeurt er? Kan ik weer terug deze kamer in? Nee, niet. Hè? Moet ik mijn kamer in? Kan ik deze kant op? Misschien dat ik deze kant op kan gaan. Oh, holy shit, ouwe. Bro, die jumpscare is niet oké. Wordt die vrouw nou opgegeten? Wat is hier? Hier is gewoon een random schilderij in een kamer, verder niks. Oké, nee, heel fijn. Dat is ook heel normaal. Bro. Iemand wordt daar ziek hard vermoord. Ik ga weg hier. Ik weet niet of dat de bedoeling is, dat ik wegga, maar ik wil hier weg. Laat die evidence maar zitten. Ik hoef niet naar de... Oh. Nee. Gaat hij mij pakken? Ben ik dood? Oh, hij springt gewoon op mij, alsof ik een soort van... Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, dus ik ben wel dood. Hold up. Waar ben ik nu dan weer? Nu ben ik dat die deur zo is. Zullen we hem even weer koekeloeren? Ik weet wat er nu gaat gebeuren. Jij bent echt een gare guy. Oh, hij gaat me weer vermoorden. Of niet? Moet ik weg? Ja of nee? Ik weet het echt niet. Ja, oké. Hé, maar waar moet ik dan naartoe? Moet ik wel daar lopen? Oké, gast. Serieus, dat is ook niet de bedoeling? Ja, waar is mijn overlevingsinstinct? Hoe kan dit? Moet ik gewoon niet die kamer van 202 ingaan? Is dat het? Moet ik gelijk weg of zo? Welke kant moet ik dan op deze kant op? Moet ik zijn deur niet openmaken? Maar daar is die jumps. Nee, ik kan hier niet naartoe. Hè? Waarom is dit moeilijk? Waarom kan mijn peanut brein dit niet aan? Oké, ja, je gaat hier naar binnen. Dan doet hij dat. Dan ga je weg. Snel rennen. Oh, spooky. Oké, eng. Maar ik moet dus niet mijn kamer in. Dan ga je hierdoor. Ja, dan komt die vrouw. Die wordt gepakt. Hier heb je dit. Moet ik sneller wegrennen of zo? Moet ik daar naartoe? Ja, ik moet daar dus niet naartoe. Waar slaat dit op? Die deur kan helemaal niet eens open. Yo, dit is niet best. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik kan letterlijk toch niet de andere kant op, want die was geblokkeerd als het ware. Ja, maar hij komt nu al. Ik kan niet lopen. Ik sta stil. Schei uit. Uit met de pakken. Wat? Ik doe dus iets goeds fout. Want in principe zou ik niet gewoon dood moeten gaan, denk ik. Ik denk dat ik wel die gang op moet. Misschien moet ik niet doodgaan. Ja, dat is natuurlijk sowieso een goeie. Laten we even kijken. Zo, die deur, jongen. Dat echt mega luid is, dat geluid. Oké, hier komt die jumpscare. Ik ga gewoon in één keer doorlopen. Misschien dat ik dan al een voorsprong heb. En daarna... Ja, je kan niet echt rennen in deze game. Dit is het snelste wat ik kan gaan. Dus tuurlijk haalt dat monster mij in. Dat is ook niet zo heel raar. Ik bedoel, kijk hoe hard hij net aankwam rennen. Ja, maar ik kan niet bewegen. Oh ja, nu kan ik rennen. Wauw, nu kunnen we pas rennen? Oké, ik heb letterlijk gewoon volgens mij het hele beeld dat je het monster kwam aanzien rennen gewoon geskipt. Maar dat hebben we net gezien en ik weet wat er gebeurt als ik te lang kijk. Een deur. Hier ga ik in. Wait, wat? Wat is dit? Nee, dit is niet mogelijk.
Toch? Oh, allemaal rare tekens. Ja, ik moet zeggen dat ik denk dat het monster het echt ook niet echt mogelijk is. Dus we moeten er niet kijken alsof het realistisch is. Dit is creepy. Ja, wat gebeurt er met mij? Heeft dat monster mij gevangen? Oh ja, 100% dat hij mij gevangen heeft. Ik denk dat het beter is om in één keer dood te gaan dan dat je dit helemaal moet meemaken. We hadden vanuit gegaan dat hij in één keer dood. Ik weet niet wat er bij die vrouw is gebeurd. Rest in peace voor die vrouw. In principe heb ik liever dat het heel snel klaar is. Dat je een hele lange lijnsweg hebt als het ware en alsnog dood gaat. Wat is dit nou weer? Waarom ben ik hier? De deur gaat open. Oh. Hold up. Ik ben nu de guy die daar in die kamer zit. What the ships? Maar hoe, wat heeft die hotelgast ermee te maken? Dit is het einde. Thanks for playing my short little game. Dit was wel een goede korte game. En de twist was nog leuker. Dus het monster zit in kamer 202. En hij jaagt ons een andere kamer in. Waardoor wij uiteindelijk de persoon worden. Die op het begin in het kamertje zat. Die door die hotelgast werd tegengehouden om te snappen. Maar de hotelguy is dus niet het monster. Want heel eerlijk gezegd had ik dat verwacht. Dat de hotelguy het monster was. En dat die iedereen ging opeten, zeg maar. Die in zijn hotel inkwam. Dit is wel heel ziek, maar wel een triest einde. Want dit betekent dus gewoon dat als je hier in dit hotel gaat slapen, dan ben je de Sjaak. Je komt hier nooit meer weg. Er is geen mogelijkheid van ontsnappen. Dus er is geen ander einde. Dus dit is het einde gewoon. Je wordt gepakt door het monster. Vond deze video leuk? Vergeet zeker niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En klik hier op een andere video die je zeker niet wil missen. Joejoe!